Dames en heren, naast mij zit Marcel Weber. Op zijn visiteskaartje staat Coke Entertainer. Maar je hebt van alles, Marcel, welkom. Dank je, Ruud. Je hebt van alles gedaan in je leven voordat je met het Coke College begon. Kun je daar kort iets over vertellen? Dat kan. Ik ben 38 jaar geleden geboren in Leiden. Daar tot mijn 20ste gewoond. En vooral opleidingen daar gevolgd, MAVO, maar ook MDS, middenstandsopleiding. En daarnaast veel in bandjes gespeeld, muziek gemaakt. Dus redelijk actief geweest. Daarna HEAO gedaan. Totaal iets anders dan wat ik nu doe. En daar dacht ik in het bank- en verzekeringswezen terecht te gaan komen. Is logistiek geworden. Toch na een jaar logistiek weer in de bankwereld terechtgekomen. En een jaar of 10 geleden geëmigreerd naar Nijmegen. Omdat ik daar samen met iemand anders een evenementenbureau ben gaan runnen. Ja. En van dat evenementenbureau rolde je in het koken. Klopt, ja. Ja. Ik wilde altijd al iets verder met koken gaan. En was aan het zoeken van wat kan ik daar nu mee. En op een gegeven moment zag ik een hele kleine advertentie in zo'n weekblad. Coke Entertainer gezocht. Ik dacht, ja, dat is het. Dat is het. Dat is het. Ja. En jij bent eigenaar van het Coke College. Is dat een school of wat gebeurt daar? De naam doet het vermoeden dat het een school is. Maar het is meer een kookstudio. En wij richten ons met name op bedrijven die dus een avondje komen koken. Het bedrijfsuitje, het jaarlijks uitje. Ja. Niet een keer gaan golven of survivalen, maar juist lekker koken met elkaar. Ja. En hoe gaat zo'n avond in zijn werk? Je wordt ontvangen met een vers gebakken broodje. Dan ruikt het al lekker. Lekker drankje. Daarna krijg je kort uitleg over het thema. Laat snijtechnieken zien. Hoe kun je nou professioneel, vakkundig een knoflookje pellen. En daarna ga je aan de slag. Groepje maakt voorgerecht, groep tussengerecht, hoofd en nagerecht. En dat alles onder genot van een lekker drankje, een beetje kletsen en eten. En je mag het daarna ook opeten? Ja, zeker. Ja, dat is het onderdeel van het geheel. Dat is het belangrijkste onderdeel misschien op sommige momenten. Ja. In jouw vooropleidingen kom ik nergens dat koken tegen. En hoe heb je dat geleerd? Ja. Ik heb het on the job geleerd. Mijn voorganger, degene waarvan ik de zaak heb overgenomen, die heeft me opgeleid tot kok. Hij is leermeester, we hebben samen veel workshops gedaan. En de fijne kneepjes van het vak, qua koken, heeft hij me geleerd. Ja, ja. En hoe ben je daar nou in Wijchen dat kookcollege begonnen? Of hoe zit dat? Ja, omdat ik de zaak heb overgenomen, was hij natuurlijk al gevestigd in Wijchen. Ja. Mijn voorganger had toenertijd een programma op Omroep Brabant, een kookstudio in Amersfoort. En dacht, hey, ik wil in deze omgeving ook een tweede studio starten. En zodoende is hij in het Woondroom terechtgekomen. Ja. Dat is waar we zitten. In het Woondroom. Ja. Ja. En daar kun je dus aanmelden als je met een groep wil komen koken en een avond reserveren en een gezellige avond hebben. Je hebt natuurlijk geen personeel nodig, hè? Want je laat de mensen voor je werken. Nou, in zoverre, de mensen koken, dat doen ze lekker zelf. Dat begeleid ik. Maar de afwas wordt voor ze gedaan. Dat is een luxe waarbij dat je niet zelf hoeft na te denken over de afwas. Dus ik heb studenten, scholieren die op oproepbasis de afwas komen verzorgen. Ja, dus je hebt alleen het koken doe je zelf en daarna lekker opeten doe je zelf. En om de afwas hoef je niet druk te maken. Nee, ik wijs altijd de mensen, daar is de spoelkeuken, breng alles wat je vies maakt daar naartoe. En dan wordt door de met name dames, maar ook wat heren schoongemaakt. Ja, ja. Even iets heel anders tussendoor. Jij was ook genomineerd als aanstormend talent 2010. Jij bent het helaas niet geworden, maar dat is natuurlijk toch wel heel erg leuk. Hè? Alleen al het feit dat je genomineerd wordt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je datgene wat je doet, dat het erkend wordt door de buitenwereld. Ja. Kijk, op het moment dat een groep is geweest, zijn ze blij, enthousiast. Dan heb je direct al feedback. Maar als dat opvalt in de buitenwereld en dat wordt op deze manier dat je genomineerd wordt, natuurlijk fantastisch. Ja, ja. En jij gaat dus altijd met gezellige mensen om, want die zijn een dagje uit of een middagje uit met kantoor, met de aanhang of wat dan ook. Dus dat is absoluut gezellig, denk ik. Ja, dat is het mooie van mijn vak. Ik ben bezig met de leuke dingen van het vak. Het bedrijfsuitje, men heeft hard gewerkt, komt van het werk om 5:00, 5:30 de studio in. En dan begint het feest. Ja. Dus dat is alleen maar leuk. Mensen blij maken, daar doe ik het voor. Doe je nog andere dingen met groepen? Nou, in zoverre, we hebben een aantal vaste kookclubs. Naast de eenmalige workshops. Ja. Dus dat doen we. Een studio wordt ook regelmatig verhuurd. Dat men zelf de spullen naar binnen sjouwt met een kok erbij. Maar wat ik
daarnaast nog doe, is dat ik een aantal samenwerkingen heb met bijvoorbeeld een presentatietrainer en een wijnboer, om het maar even zo te zeggen. En dat heet Lekker Speechen. Dat is een training waarbij je leert presenteren, leert speechen. Ik kook dan, in tegenstelling tot de workshops. Ja. En de wijnhandelaar zorgt voor de passende wijnen die afgestemd zijn op de gerechten die ik kook. En daar vertelt hij ook wat over? Klopt. Hij vertelt inderdaad over de wijn sowieso, maar ook over wijnetiketten. Mag je de glazen dan wel tegen elkaar aantikken of niet? Kijk je elkaar wel aan? En qua koken zorg ik ervoor dat het een licht verteerbare maaltijd is. Je moet je kunnen concentreren tijdens die training. De zware sausen met slagroom en zo, die zijn uit en boze. Uit en boze. Heel licht eten. Gebruik je ook lokale streekproducten? Ja, zo af en toe. In die zin dat veel via de groothandel komt. Maar ik ben bezig met een nieuwe workshop, streekproducten. En dan is het opzet om alles lokaal te gaan inkopen. Ja. Ja, en ga je die mensen dan ook nog uitnodigen om iets te vertellen over een product? Over een lammetje of over een groente of iets? Dat is best een goed idee. Dat ga ik doen. Okay. Nog niet over nagedacht, maar een goed idee, Ruud. Oké. Dank voor de tip. Nou ja, nee, ik dacht zomaar, want ja, dat lijkt mij wel leuk. Dat je de man die het lammetje heeft opgevoed, wat je gaat opeten, dat die daar iets over vertelt. Ja, dat is geen slecht idee. Nou, kun je ervan leven? Ja, ik kan ervan leven. Ja, want er zijn heel veel mensen die het er zo'n beetje bij doen, hè? Klopt inderdaad. Het heeft wel even geduurd voordat je eenmaal de naam bekend is en dat je een bepaalde vaste stroom aan workshops hebt, aan groepen hebt die langskomen. Maar ik kan er zeker van leven. Ja. En ik doe ook alleen maar workshops voor bedrijven en dan de kookclubs. Geen catering erbij, geen restaurant. Het is echt puur workshops organiseren. Ja, ja. En hoeveel tijd kost je dit nou gemiddeld per week? Geen idee. Geen idee. Ik doe datgene wat ik leuk vind en tijd is niet zo heel belangrijk. Maar als ik een schatting moet maken, dan wisselt het natuurlijk vanwege de drukte die je hebt. Maar er zijn dagen dat je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig bent. Maar er zijn ook dagen dat alleen 's avonds is. Ja. Of zoals vandaag een rustige dag, wat kantoorwerken en dat is het. Ja. En je hebt vlijmscherpe messen. Hoe vaak in de maand moet de ziekenauto komen om een slagaderlijke bloeding te stelpen? Nou, gelukkig is dat echt nog nooit gebeurd. Heel af en toe is een pleistertje. Maar dat is marginaal, gelukkig. Het blijft natuurlijk altijd wel spannend. Mensen die onervaren zijn, er een wijntje erbij en ineens met de mes aan de slag gaan. Ja. Maar het valt gelukkig nogal mee. Gelukkig mee. Dus. Ik denk dat het meest dramatische was, een jonge gast, die had zich in zijn vinger gesneden. Klein wondje en je zag wat bloed zo op de vinger verschijnen. En ik dacht, dat gaat niet goed. Hij trok wit weg, dus ik moest een stoel erbij pakken voordat hij zo tegen de vlakte zou gaan. Oké. Dus, heb je nog andere leuke voorvallen? Er zijn er volop voorvallen. Laatst een dame die bijvoorbeeld een liter melk nodig had. Het zat in een pak van een liter en het toch even nameten in de maatbeker. Als je dat dan roept, blijft dat de hele avond door een rol spelen. Ja, dat is leuk. Ja, Marcel, bedankt. Veel succes met de kookstudio. En ik hoop dat je de komende jaren nog heel veel gasten mag ontvangen en entertainen. Want dat is je beroep. Ja, daar gaan we voor. Okay, dankjewel. Succes. Dank je.